Als ik bij Rans in Nederland kijk hoe wij dat georganiseerd hebben, we hebben de business controllers gelinkt aan onze operationele eenheden. En financial control, dat is zeg maar meer het totaalplaatje van Rans in Nederland. Dus zo hebben we het eigenlijk gepositioneerd. Wat het oplevert, dat heeft eigenlijk twee effecten. Ik heb een controller die maximale focus heeft op het totaalplaatje van Rans in Nederland. En daarnaast heb ik een team van 12 business controllers die eigenlijk heel sterk gelinkt zijn aan onze operationele eenheden. En daar vanuit een onafhankelijke rol hun mening over kunnen vormen. Wij zijn een aantal jaren geleden als concern begonnen met World League Finance. En dat is minder gericht op het verbeteren van financiële processen, maar meer op de competenties en de people functie binnen finance. Een aantal voorbeelden zal ik noemen waar we dat voor gebruiken. We gebruiken het om talent aan te trekken, zodat je kunt uitleggen wat voor programma erachter zit voor het ontwikkelen van financiële mensen. Twee, om ook aan je mensen te vertellen van nou, welke competentie moet je nou beheersen, waar sta je in je ontwikkeling en wat heb je nodig voor je volgende stap. En drie, bijvoorbeeld transparantie. Binnen een concern is belangrijk dat je ook talenten die bij de ene werkmaatschappij aan het eind van hun carrièrepad zitten, misschien heel goed op een andere functie bij een andere werkmaatschappij terecht kunnen. En dan helpt het als je een uniforme taal spreekt en transparantie hebt over vaardigheden versus posities. En dat, ik moet zeggen, na een aantal jaar heeft het toch al goede resultaten opgeleverd. Voor een goede business controller kijk ik naar een aantal aspecten. Ze moeten uiteraard een vaktechniek, een vak beheersen. Dat is denk ik de makkelijkste. Ze moeten de business begrijpen. Dus vaak richting de vestiging om ook te begrijpen hoe het gaat. En drie, ze moeten een aantal competenties hebben die veel meer op het persoonlijke vlak zitten. Ik vind voor een controller het ontzettend belangrijk dat iemand onafhankelijk is. Onafhankelijk in denken. Twee, er moet een bepaalde nieuwsgierigheid zijn. Die moet je eigenlijk altijd hebben, hè, op zoek van nou, hoe zit dat nou echt. En drie, je moet het met een zekere natuurlijke flair en overwicht wel voor het voetlicht kunnen brengen. Mijn functionele baas heeft het ooit prachtig omschreven als inspirational irritating. Dus je moet kunnen irriteren, maar het moet altijd vanuit een positief kritische houding zijn. Want daarmee kun je mensen in beweging krijgen.